Jibbe! Jibbe! Ja, wat is er nu met? We zouden toch een filmpje opnemen? Oh ja, ik was even de Olympische Spelen terug aan het kijken, maar je hebt inderdaad gelijk, ja. Ja, sorry. Ja, wij zouden het filmpje opnemen van de Chrysler Pacifica Pinicale Hybrid. En leuk dat jullie gekozen hebben om dus deze video te bekijken. En ik ga jullie in deze video alles vertellen over de 7 persoons Chrysler Pinicale. We beginnen eigenlijk even op de Captain Chairs op de middelste rij. Je voelt je hier helemaal alsof je in een privéjet zit. Met videostreaming, dvd's, je kan je spelcomputer op aansluiten, videostreamen, je social media checken. En je voelt je hier helemaal als een vorst. Ja, je wilt natuurlijk soms ook wel wat meer passagiers meenemen. Dus ik zou je even wat laten zien, dat is wel heel gaaf. Even dit super detail zien van dat kussentje. Er zit gewoon het Chrysler logo ingestikt, dat is toch fantastisch. Kijk, achterbank. Daar kun je zelfs nog met 3 serieuze volwassenen nog prima zitten. Dus dan heb je een 7-persoons super deluxe SUV. Maar ja, hij is natuurlijk eigenlijk bedoeld als gezinsauto. En dan hebben we dus voorin, als ouder, wil je dus ook je kinderen in de gaten houden. Daar hebben ze bij Chrysler echt iets fantastisch op gevonden. Moet je maar eens even kijken. Dat is de Family Cam. Daar kun je dus gewoon de achterbank in de gaten houden. Wat, als, wat de kinderen allemaal uitspoken. En mocht je nou moeten parkeren, dan heb je zelfs nog... Oh, dat is even... Sorry voor de herrie. Een 360 graden camera waarbij je de achterkant kan bekijken, de voorkant kan bekijken. Dit is toch de ultieme reisauto. Adaptieve cruise control en alles elektrisch. Dus ook de kofferbak. Dus stel, je gaat met z'n 7e weg. Dan heb je dus echt... een zee van ruimte. Zoveel ruimte hebben wij in een personenauto nog nooit gezien. En mocht je dan, net zoals bij de Grand Cherokee L, of je hebt de video nog niet gezien, maar dan zou ik dat even nog gaan bekijken, want dat is ook echt een hele leuke video. Je gooit gewoon in twee hele handige stappen, dan gooi je de bank plat en dan kun je helemaal doorladen. Ik zal ook even die voorstel stukje naar voren doen. Kijk joh, dan heb je dus alle ruimte om de skis mee te nemen, snowboards, kortom, voor de wintersport, zomervakantie of gewoon voor het gezin of met een grote vriendengroep is dit de ideale auto. Ik zou het wel weten als ik een paar kinderen had, maar ja, dat geluk heb ik nog niet.